Vanavond een keer iets heel anders. We hebben naanbrood met tofu en spinazie. Ingrediënten: 2 pakken naanbrood met knoflook en koriander, 1 of 2 courgettes, een beetje olijfolie, 250 gram tofu, 500 gram verse spinazie, 75 gram cashewnoten en 2 teentjes knoflook. Verwarm de oven voor op 190 graden. Heb je net zoals wij in groot formaat naanbrood, snijd hem dan door midden. Snijd vervolgens de courgette in dunne plakjes en het tofu in blokjes. Frit een beetje olijfolie in beide pannen en bak in de ene pan tofu in enkele minuten goudbruin en voeg de courgette daarna toe en bak deze 5 tot 10 minuten mee. Bak in de andere pan eerst de knoflook en vervolgens de spinazie. En bak het naanbrood op 190 graden. Een heerlijk vegetarisch gerecht. Naanbrood, de tofu en de spinazie. Doe er lekker nog een paar cashewnoten bovenop. Smakelijk eten!